Hallo strijders en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Appelkaas en ik ben vandaag niet Appelkaas, maar Influencer Appelkaas. Vandaag ben ik interface. Vandaag ga ik als een intergalactische interface influencer een gratis product voor jullie unboxen. Yeah! En het product is een ergonomische stoel van Flexispot. Ik heb een tijdje terug een bureau gekregen van Flexispot. Wil je die video nou zien? Klik in de link in de description. Het bureau is een elektrisch bureau wat omhoog en omlaag kan en het bevalt me nog dagelijks echt perfect. Ben jij nou een gamer met zo'n nek? Nou, door deze tafel krijg je gewoon spontaan ineens een nek van 2 meter lang. Naast het feit dat ik van Flexispot dit prachtige ergonomische tafeltje heb gekregen, mist er toch iets aan de setup. En dat is een bureaustoel. En laat Flexispot die nou net hebben opgestuurd. Want ik heb nu een bureaustoel wat echt uit elkaar valt en ik gebruik het als een soort van kapstok. Ik heb deze stoel ooit van mijn vader gehad. Ik ben überhaupt blij dat ik ooit een stoel heb gekregen. Maar de stoel is gewoon oud. Zijn tijd is voorbij en hij is ook niet ergonomisch. Voordat ik de stoel ga unboxen, ga ik even de oude stoel laten zien. En als we de nieuwe stoel hebben, dan gaan we ze een beetje vergelijken. Want ik ben nu ook ineens een soort van Coolblue expert die dingen zeg maar weet. Om te beginnen, het eerste wat opvalt aan mijn bureaustoel nu is dat de leuningen los zitten. En je ziet ook dat er stukjes af zijn gebrokkeld. En je ziet ook dat de rugleuning eigenlijk gewoon standaard is. Het is niet per se ergonomisch. Maar als jij de hele dag achter je computer zit. Ja, ik heb je wel door, vieze Discord mod. Als je dan dus de hele dag binnen zit op die stoel achter je computer. Dan wil je eigenlijk een stoel die echt je bek heeft. Zoals je mat die je bek heeft. Als je vrienden hebt. Ik heb geen vrienden, dus ja, hoe moet ik dat nou weten? Maar als je dus een stoel zoekt die echt je rug volledig de hele dag gewoon goed houdt. Dan kun je beter op zoek gaan naar een stoel die niet recht gaat. Maar die een soort van bobbel. Hij loopt niet recht. Hij loopt als een bobbel. Maar goed, we gaan nu samen de stoel van Flexispot unboxen. En ja, in elkaar zetten eigenlijk. En dan kijken of die stoel bij je past. Alles was eigenlijk heel simpel te bouwen. Net als bij mijn tafel krijg je gewoon een handleiding met hoe je die stoel of je tafel in elkaar moet zetten. Nou, zoals ik al eerder zei, je krijgt een handleiding erbij met allemaal super duidelijke plaatjes van hoe je deze stoel moet bouwen. En er staat ook in wat je allemaal moet hebben. Dus als je iets mist of whatever, dan kan je dat gelijk even opzoeken. En je krijgt ook een zakje met schroefjes erin die je moet gebruiken natuurlijk. Ik heb dat niet echt gefilmd, maar je ziet wel een paar shots van hoe ik de schroefjes in die stoel duw. En ja, voor de rest, je hoeft niet echt iets te boren of zo. Je moet gewoon die schroefjes in die stoel draaien en alle onderdelen aan elkaar zetten. En dan ben je in principe klaar. De stoel getest en het is echt een topstoel. Als je gaat zitten, dan voel je dus inderdaad die bobbel in je rug. En het beweegt ook flexibel mee. Deze stoel rijdt ook 10 keer lekkerder dan mijn andere stoel. Als ik gewoon 1 keer zo doe, dan rol ik gewoon al. Je kan met de knop van de stoel kan je omhoog. En je kan een stukje omlaag. Dat is top. Dat is alleen maar handig. Wat deze stoel wel kan en wat mijn oude stoel dus absoluut niet kan. De linkerhendel kun je dus. Die moet je dan naar beneden drukken. En dan kun je gewoon. Yo man, we gaan deze video liggend doen. Ik ben echt een goede verkoper man. Bedrijven, you are missing out. Hier ziet u de stoelen nog even goed naast elkaar. Want zoals ik al eerder heb gezegd. De rugleuning is echt een stuk beter van de nieuwe stoel. Dat komt gewoon door die bobbel en die hoofdleuning. Dat zorgt er gewoon voor dat je recht zit. En dat je niet verandert in een gebroken Discord mod. En uiteraard als laatste, de nieuwe stoel rolt ook een stuk beter. Flexispot, super bedankt dat jullie mij deze stoel wilden opsturen. En hopelijk vonden jullie dit een leuke video. En een leerzame video van Influencer Appelkaas. Ik zal even een linkje van de stoel in mijn beschrijving zetten. Mocht je deze stoel nou echt geweldig vinden, dan kan je hem even bekijken. En wie weet, start hij ook in jouw huis. Het is tijd voor Apple Influencer om te gaan. Mochten jullie nou denken van, hey Appelkaas, probeer dit product uit. Of hey Appelkaas, probeer een samenwerking met D&D te fixen. Laat het weten in de comments en ik ga hard aan de slag. En dan zie ik jullie weer bij de volgende YouTube video. Want we gaan flink aan de slag met die YouTube video's. We moeten de 100.000 subs gaan halen. Goed leven gegund. Tot de volgende video. En dan doe ik nog even mijn welbekende karate move.